We kennen twee verschillende soorten herfstseizoenen. De eerste is de astronomische herfst, oftewel de herfst volgens de kalender. Nou, die begint aanstaande zaterdagochtend, 23 september, om 8:50 morgens. En op dat moment staat de zon recht boven de evenaar en duren dag en nacht op de hele wereld eigenlijk even lang. En dat is 12 uur. Vanaf dat moment duren de nachten bij ons langer dan de dagen. Dat loopt tot en met 21 of 22 maart. Op dat moment begint de astronomische lente. En vanaf dat punt zijn de dagen weer langer dan de nachten. Dus dan draait het als het ware weer om. Dan hebben we nog de meteorologische herfst. Die begint op 1 september. Dat noemen we ook wel de weerkundige herfst. Dat wordt over 3 hele maanden gerekend. Het duurt van 1 september tot 30 november. En dat doen we zo omdat dat gemakkelijker is met waarnemingen doen, metingen doen. Dat bij volledige maanden gaat. Wanneer de herfst voor jou begint, is dus afhankelijk welk seizoen je rekent. Maar voor ons hier, voor onze weermensen, begint de herfst al op 1 september.